Ik ben Hilde van Keer en ik werk als professor aan de vakgroep onderwijskunde van de Universiteit Gent. Naast de cognitieve en motivationele component omvat zelfregulerend leren ook een erg essentiële metacognitieve component. Denken over en stilstaan bij je eigen denken en handelen staan hier centraal. Een woordje uitleg hierover. Leren kan je ergens wel wat vergelijken met het in elkaar steken van een IKEA-kast. Lang niet altijd en zeker niet voor iedereen een evidentie. Bij het bouwen van een IKEA-kast moet je vooraf de instructiedetails goed bekijken. Tussendoor moet je controleren welke vijs op welke plek terecht moet komen en achteraf moet je controleren of alles ook daadwerkelijk op zijn plek zit en blijft zitten. Ook leerlingen moeten gelijkaardige stappen zetten tijdens het leren. Ze zetten deze stappen echter vaak niet bewust of niet doordacht en moeten daarin eerst begeleid worden. Als leraar is het belangrijk om telkens opnieuw stil te staan bij deze stap, opdracht na opdracht. Dit wordt soms wel beschouwd als tijdverlies, maar het is net essentieel om tot zelfregulerend leren te komen. Ze behoren immers tot de metacognitieve zelfregulatiecomponent. Metacognitie gaat meer bepaald over de manier waarop leerlingen hun eigen leren plannen, doelgericht sturen, opvolgen en evalueren. Een leergesprek kan een ideale gelegenheid zijn om dieper te graven in de metacognitie van je leerlingen. Het is een gesprek om te leren over te leren. Tijdens een leergesprek stimuleer je als leraar je leerlingen om de weg te verwoorden die ze zullen volgen of volgden om een leertaak uit te voeren. De leerlingen maken daarbij hun overwegingen en hun aanpak zichtbaar voor zichzelf en de anderen. Laat je leerlingen voor ze aan de slag gaan nadenken over hun aanpak. Vraag nadien niet alleen lukte deze taak, maar concretiseer en vraag bijvoorbeeld wat heb je gedaan om deze taak zo goed mogelijk te laten lukken en ga daar ook dieper op in. Bij zelfstandig werk kan je na een tijdje bijvoorbeeld ook een Zoom-sessie inlassen. Laat leerling hierbij vertellen hoe het gaat, wat loopt vlot, wat gaat minder goed, waar botsen ze tegenaan en hoe gaan ze ermee om. Maar denk eraan. Deze vragen leiden tot niets wanneer leerlingen niet eerst geleerd hebben hoe ze met bepaalde obstakels kunnen omgaan, hoe ze een opdracht kunnen aanpakken, welke aanpakken en strategieën relevant kunnen zijn, hoe ze aan het leren van een tekst kunnen beginnen en zo verder. Door leerlingen te laten reflecteren over de gevolgde weg, help je hen hindernissen uit de weg te ruimen of uitwegen te vinden. Voor het ondersteunen van de metacognitieve vaardigheden van je leerlingen kan je een aantal hulpmiddelen inschakelen. Zo bieden gevisualiseerde planningsborden en stappenplannen een goede houvast. Denk wat betreft de planningsborden bijvoorbeeld aan aftel- en andere kalenders in de kleuterklas, of aan klassikale en of individuele planningen van leerlingen in het lager of het secundair onderwijs, in het kader van bijvoorbeeld contractwerk of andere mogelijkheden tot begeleid zelfstandig werk. Met het schoolteam kan je in dat verband bewust stilstaan bij hoe jullie daar over de verschillende klassen en leerjaren heen een evolutie en doorgaande lijn kunnen realiseren. Bijvoorbeeld van minder naar meer abstract, van sterk door de leraar aangestuurd en voorgestructureerd naar veel meer leerlinggecentreerd. Maar ook stappenplannen aan de muur of individuele stappenplannen voor de leerlingen kunnen houvast bieden bij het leren zichzelf reguleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe je werk aanpakken, jezelf organiseren, het overschema, wat staat voor oriënteren, verkennen, uitvoeren en reflecteren, maar ook specifieker over hoe bijvoorbeeld een schema of mindmap maken, hoe jezelf evalueren of zaken nakijken, het gebruik van voorgestructureerde reflectie- en zelf-evaluatie-instrumenten en zo verder. En wat dacht je van bijvoorbeeld visuele timekeepers? Zoals bijvoorbeeld een aftelklok die aangeeft hoe lang aan een opdracht, in groep of individueel, kan gewerkt worden. Verder kan ook de schoolagenda een prima hulpmiddel zijn. Dat is, als de agenda ook expliciet als werkinstrument wordt ingezet en gehanteerd. Enkel de schoolagenda laten invullen is wat dat betreft minder efficiënt. Het wordt pas een echt relevant werkinstrument als leraren leerlingen ook expliciet aanleren hoe ze hun agenda als plannings- en evaluatie-instrument kunnen gebruiken en hoe ze het opgegeven huiswerk concreet kunnen aanpakken. Wat doe je best eerst? Waarom dan wel? Wat plan je nadien? Hoeveel tijd denk je dat elke opdracht ongeveer zou moeten in beslag nemen? Ook hier geldt,
Dit kan klassikaal gebeuren, maar ook een meer diepgaande individuele bespreking met een leerling of een groepje leerlingen die daar nood aan hebben en wiens metacognitieve regulatie nog een flinke boost kan gebruiken, is soms aangewezen. Toch ook nog even een moment stilstaan bij het feit dat de metacognitieve dimensie van zelfregulerend leren naast planning en monitoring ook gaat over de manier waarop leerlingen hun eigen leren evalueren. Ook in dat verband zijn er werkvormen en tools die hieraan expliciet kunnen bijdragen. Treed als leraar af en toe uit je rol als enige evaluator en zet op regelmatige basis in op zelf- en of peer-evaluatiemomenten. Denk daarbij aan de mogelijkheden van verbetersleutels en evaluatiefiches en laat leerlingen op basis van de vooropgestelde evaluatiecriteria hun eigen werk evalueren, maar ook het werk van hun klasgenoten. Door leerlingen elkaars werk te laten evalueren, leren ze elkaar feedback geven en verder op weg helpen. Bovendien leren ze hun eigen werk en aanpak kritisch in vraag stellen. Je kan ook nog een stap verder gaan en leerlingen mee inspraak geven in de evaluatiecriteria. Hierdoor worden ze zich meer bewust van de leerdoelen. Wees bij dit alles wel waakzaam om leerlingen niet enkel aan te zetten tot productevaluatie. Al maken we zelf nog al te vaak dezelfde fout en beschouwen we evalueren vooral als het geven van een cijfer na een toets of taak. Evalueren is echter veel meer en krachtiger dan dat. En heeft als doel vast te stellen waar leerlingen staan in hun leerproces, waar ze naartoe gaan en hoe ze daar het beste kunnen komen. Niet enkel het eindresultaat telt en zegt iets over de effectiviteit van leren. Ook dat moeten we kinderen en jongeren bijbrengen. Zet hen met andere woorden ook expliciet aan tot procesevaluatie. Laat hen stilstaan bij de weg die ze moeten of kunnen volgen om het gewenste eindresultaat te bekomen. Hoe heb je bepaalde opdrachten of deze toets aangepakt? Hoe ben je tot een antwoord of een oplossing gekomen? Zou je dat volgende keer op een andere manier aanpakken? Wat zou je dan anders doen? Kunnen we iets leren van de aanpak van onze medeleerlingen?